Als je goed zit, waarom zou je weg? Of je wilt doeken pakken, ja, dan moet je naar het buitenland. Of je wilt lekker hier voetballen, dat je plezier houdt. Dus die keuze moet je maken dan. We gaan het zien. Ja. Waar ga je heen? Maka. Sneeuw, broer. Hoe gaat die, bro? Goed, man. Met jou. Lekker, het is koud, hè? Waar moet die, broer? Wat is het? Zijn kiksen? Ja, bro. Oh, lekker, man. Ah, heb je helemaal nieuwe, pak? Ja, toch. Dat is hoe we wegen, bro. Lekker, moet ik je oude dingen geven, dan? Hè? Moet ik je iets ouds geven? Nee, tuurlijk niet. Ja, toch. Brand nieuw, toch, bro? Mooi, man. Ik vind de mensen mooi. Wil je even tekenen, vriend? Tuurlijk. Moest je trainen vandaag? Ja, kort training. Oh. Lekker, hè? Wat moet erop? Gewoon alleen gaan tekening? Ja, of je 06 nummer. Misschien moet je voor Andy en die dingen, snap je? Doe wat, schrijf wat je wilt. Dat is mooi. Vinden mensen mooi. Kan je hem strak houden van me, man? Ja, wil ik wel smaken. Dat is nog niet strak. Wacht, moet ik hem even... Ja, strakker toch. Strakker, is het lekkerder. Maar wat ga je ermee doen? Moet hij voor Andy of niet, man? Nee, ja... Nee, skip. Je doet al onzeker en zo. Ik hou daar niet zo van. Ik weet niet, misschien... Voor die mensen toch? Die kijken... Oh, is voor die mensen? Die fans van jou. Kijk, fans, man. Zijn jouw fans, man. Ah, godsamme, jongen. Deze wou ik ook laten tekenen, maar... Godsamme, helemaal ingepakt. Top. Dus je had een kort trainingje vandaag? Ja, man. Maandag toch. Koud, jongen. Oh, dus... Sponsored door Nike. Adidas staat erop toch, of niet? Nee, weet je niet. Oh, die zijn wel dik, man. Is niet slecht, toch? Oh. Oh, wil je pink nog? Of vind je dat zonde? Dat zijn jouw schoentjes nu. Oh. Oh, dat zijn wel mooie dingen, man. 42 halen. Klein maatje, hè? Ja, toch. Ik had 43 halen, man. Echt... Allebei tikken? Adidas ook. Top Adidas, hè? Ja, allebei tikken. Oh. Oh, we zijn al 5 minuten bezig alleen met tekenen van al die mooie spullen. Ja, je kent het wel, hè. Oh, ja, ik zit zomaar voor Andy, man. Maar maakt niet uit, dan hou ik ze gewoon zelf. Het is alleen jammer dat ze me niet passen, maar ja, natuurlijk wel in mijn cafeetje, man. Kan je nog een beetje ballen? Wow. Ja. Alleen rennen niet, hè. Ja. Rennen ken ik niet, jongen. Daar begint het mee, hè. Zo. Nou, jij wel, hè. Ik mag rennen, hè. Valt mee. Oeh, snel, man. Verdomme. Nou, dan gaan we even rijden, hè? Oh, rijden, man. Ik ken de weg niet, hoor. Nee? Ja, je kent alleen de weg van huis naar het trainingscomplex. Ja, ik doe precies steeds, zo. Nog steeds navigatie. En als je nou omleiding krijgt, word je broeier. Navigatie, man. Navigatie. Kijk, ja, paniek aanval. Kent het, joh. Waar moet ik heen? Ik heb daar water voor je, of je kachelpje wil? Nee, ik heb al een kachelpje, man. Was dat een hint? Nee. Ik ga voor mezelf altijd. Ik moet altijd kachel in mijn auto hebben, anders word ik helemaal gek. Een soort autisme is dat. Ah, jeetje. Ja, want ik had vanochtend seks gehad met mijn vrouw, jongen. Dat wil je niet weten. Ja? Oeh. Goed? Jawel, maar dat stond wel op mijn bek daarna. Oh, kijk nou, dit zijn ook broeien. Kijk. Die twee dingen, zag je dat? Die twee. Die wateroentjes. Ja, ga maar rechts, man. Wat doe je, Hengelo of Enschede? Nee, man, niet rechts, man. Rechts is... Rechts is kaka? Dat is kaka, man. Het ziet er wel goed uit, man. Oh ja? Ja, op televisie ben je lelijker, maar echt ben je wel knap, man. Kappen. Serieus? Serieus gezicht op tv, toch? Ja, serieus. Hey, ben je, hou je van interviews? Nee, hè? Normaal, gewoon normaal. Ja? Ik heb liever zoiets als dit, weet je. Gewoon relaxed. Lekker babbelen. Ja, een beetje. Tranquille. Lekker gewoon normaal hier. Boer, geen daar bij de ogen. Godverdomme, je moet denken, hè. Praat je een beetje Twents? Nee, man. Amsterdam of gek. Ja, hè? Ja, man. Wat, mis je Amsterdam niet? Ik ben elke week daar 2 keer. Oh, dus 2 keer in de week ga je terug naar huis? Ja, man. Oké. Okay. En vrouwen, kinderen? Nee, hè? Nee, man. Vriendinnetje wel. Wel vriendinnetje? Een soort van, ja. Gewoon Amsterdam alleen, zeg maar? Die woont niet in Amsterdam. Waar dan? Ik zeg dat liever. Oh, oké. Nee, maar wel hier in de buurt of niet? Nee, wel van oh, dus je bent hier gewoon vrijgezel? Ja. In Enschede ben je vrijgezel en dan als je... Begrijp je? Ja. Nee, ik ben geen. Ik ben gewoon... teken. Hè? Ik ben niet single, maat. Oh, oké. Okay. Dus je hebt gewoon een vriendinnetje? Ik heb wel een vriendinnetje, denk ik. Oké. Je bent nu? Hoe oud ben je nu? Ik ben 25. 25? Ja. Oh, oké.
Wil je niet vrouw en kinderen ooit? Ja, natuurlijk. Maar ik heb geen haast. Ik heb van jou geleerd, toch? Dus ja, rustig aan. Komt goed. Hey Twente, hoe bevalt Twente? Twente is goed, man. Mooie club, hè? Ja, mooie club, man. Ja, ik weet, ik heb hier gespeeld, maar... Zo. Maar hoe staat het verhaal dan met jou? Je hebt bij Nans getekend. Uh-huh. Toen had je die contract ontbonden. Ik ging naar Zwolle, ging ik meteen naar... Ik kreeg 5 jaar deal daar al. En toen... toen ben ik daar gelijk eigenlijk nooit officieel een kans gehad. Verhuurd, hè? Ja, verhuurd. En toen kwam ik terug en toen eigenlijk nooit een kans gehad. En toen een jaar gezeten en tweede blijven rotten. En toen had ik nog 3 jaar over en toen zei ik, hey, Dus je moest daar een tweede blijven zitten? Ja, man. Toen, hey, ze is gevallen, kijk. Jeetje. Oh, zielig, man. Hele schuur in de weg. Nee, maar toen, toen zei ik van, hey, ik had het wel gezien, maar ik 3 jaar gewoon... En toen ging ik, werd ik ontbonden en 2 dagen daarna belde Ted van Leeuwen. Legend, shout-out naar hem. Hij belde mijn agent op en toen... Dat Twente je wel hebben? Ja, binnen een dag was het rond, man. Oké. Okay. Toen kwam ik hier transfervrij gewoon. En die Garcia, dat was toen trainer, hè? Ja, vorig jaar was hij trainer. En toen speelde jij nog niet zo vaak, toch? Nee, ik speelde niet veel. Ik kwam ook in september en het team stond al. Het seizoen was begonnen in begin augustus. Ja? Yeah. En mijn concurrent op dat moment deed het gewoon prima. Wie was dat? Gaito, Nakamura en Aitor... Aitor Cantapierre. Dat zijn Spaans, echte, echte naam uit Enschede, zeg maar. Begrijp je? En toen... ja, dus toen was het lastig, man. Toen moest ik gewoon wachten op mijn kans. Ja. Yeah. En uiteindelijk kwam die. Toen pakte ik die ook en toen kwam corona. Ja. En hier zijn we nu, zit ik met jou in de auto. Ja, maar corona kwam en toen was jij even... Ik begon te spelen en toen kwam je, ik speelde 4 wedstrijden, maakte goals, gaf assist en zo. En, ja. En toen kwam ik juist in mijn motion. Ja. Toen kwam corona. Man. Ja, en toen... Ja, je had zelf corona gehad ook, toch? Ja, ik heb corona gehad, ja. En wat was dat? Wat voelde je? Ik voelde niks, man. Nee, hè? Nee. Gewoon een beetje verkouden of zo? Nee, ja, kijk. Mensen zeiden, ja, je smaak en je reuk gaat weg, toch? Ja. Bij mij was dat niet het geval. Het was wel wat minder. Het was misschien in plaats van 100% was het nu 80%, okay. Zeg maar. Ja. Oké. Okay. Ja. En daarna scoorde je gelijk tegen Ajax, toch? 2 keer? Ja, mijn eerste wedstrijd na corona was tegen Ajax. En ik had 2 wedstrijden gewist, PSV en RKC. Ja. En toen kwam ik terug en toen was Ajax, man. Ajax thuis. Ajax in de arena. Maar voor mij is Ajax ook thuis. Ja, ja, ja. Ajax is jouw club ook? Jawel, maar ik heb daar sinds 12 tot eerste gezeten. Ja. En goede herinneringen. Ja, je kent het verhaal, bro. Wie was de trainer? Van wie? Bij Ajax toen, in jeugd. Want ja, je was daar, die kwam daar in 2007, hè? Ik kwam daar in 2007, ja. Mijn eerste ding was Heini Otto. Heini Otto, ik heb hem gehad. Ja, ik heb hem gehad. Topper, man. Ja, man, dat is gek. Geweldige gast. Die man is een mooie vent, hè? Ja, man. Hij loopt nog steeds daar. Ja, ja, ja. Hij doet namelijk voor die sponsoren zo een beetje. Toch? Ja, hij is geen trainer meer. Maar hij is nog steeds daar, man. Heini Otto was mijn trainer ook in de B1 bij Ajax. Maar Heini Otto en / Frank de Boer. Want ik was, kwam als tweedejaars D. Ja. En Frank de Boer was trainer van D1, maar ik werd in D2 gezet als eerste jaar. En... Zo'n vriendin van mij, hoor. Kijk nog gewoon die tweet van Enschede. Geweldig. Twin. Wat doen we? Sorry, ik ben even afgeleid dan. Ja, ik snap. Mooie legging. Ja, ik ook. En toen... was hij de trainer van D1, Frank de Boer dus. En toen ging hij me al vaker meenemen en zo. Ja. Hij zag het wel in mij zitten. Toen later werd hij trainer van de A1. En van de A1 ging hij toen naar het eerste. En toen heb ik hem in het eerste weer meegemaakt. Ja. En toen heeft hij mij laten debuteren. En nu is hij mondcoach dus. Ja, man. Misschien kun je nog Nederland zelf te halen. Ja, wie weet, maar ik denk dat niet aan. Gewoon lekker knallen en dan zien we wel. Gewoon lekker bij Twente spelen. Maar hoe lang is je contract nog? Ja, 2 jaar getekend pas, toch? 2+1. Oh, 2 is de optie met nog een jaar. Ja. En die is verlengd? Of die hebben ze gelegd? Ja, ze hebben sowieso die optie gelegd. We moesten voor 1 april, die hebben ze gelegd, ja. Oké. Okay. En dus dit is je laatste nieuwe seizoen dat aankomt? Dit is mijn laatste, is je laatste seizoen. Ja, ja, ja. En dan ben je transfervrij of ze moeten... Of ik word dit jaar gekocht. Ja. Of ik ga transfervrij. Maar ze willen een heel nieuw deal geven. Oké. Okay. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ja. Maar ja, je primeurtjes zijn niet altijd... Begrijp je? Nee, maar... Dus...
zeker. Ze willen een heel nieuw deal, 2-3 jaar bij. Even kijken wat de wijsheid is. Ja. Als je goed zit, waarom zou je weg? Of je wat doeken pakken, ja, dan moet je naar het buitenland. Of je het lekker hier voetballen, dat je plezier houdt. Dus die keuze moet je maken dan. We gaan het zien. Ja. Waar ga je heen? Ja, ik ken een liedje. Iedereen houdt van doeken. Iedereen houdt van geld. Ja, wat, heb jij tattoos ook? Maar. Je hebt best veel tattoos, hè? Ja. Je zit helemaal onder, hè? Ja. Is wel mooi, man. Ik ben pas in de game. En ik vind het wel leuk, ik vind het wel mooi. En een klein beetje verslaafd, dus ik moet een beetje kappen. Ja? Jij bent verslaafd? Ja, ik ben sinds augustus pas, hè. Dat je tattoos hebt? Eerst tattoos in augustus, hè. Hoe? Augustus? 2020? Ja, toen ik net van mijn jaar. Meen je niet? Ja. En nu zit je helemaal onder? Ja. Ah, hoe vaak lig je bij die tattooist dan? Hey. Hoe noem je dat? Tattooist? Ja, hoe noem je dat? Tattoo-artiest of zo? Tatoeëren? Ja. Tata? Nee, maar ja, ik vind het wel mooi en reacties zijn goed. En, ja. Maar ik ga niet kappen, maar ik ga nog mijn been doen. Ja. Na de zomer pas, dan ga ik stoppen. Maar die bovenlichaam zit al onder. Ja, ik begon met links. Ik ook tegen mezelf van ja, ik ga links blijven, alleen linkerkant. Ja. Maar het is niet gelukt, maar ik ben deze interlandperiode vorige week nu heel die rechterkant. Oh, dus dat doe je ook. Oh ja. Dus je doet het één keer? Hey. 3 dagen bijvoorbeeld vrij. Ja, maar ik ga gewoon 3 dagen naast. En waar doe je dat dan? In Delft, man. Delft? Je hebt Noah Lang, toch? Ja? Ja, die van Noah. Noah heeft mij die geconnect. Hij doet veel okay. Met Justin Kluivert ook. Ja? Een paar rappers en zo. Hoe heet die? Hij chipes, man, dus als je nog een paar kwaliteit tattoos, niet die kaka tattoos, ja, maar als je nou, kwaliteit oude, wil, ik heb die oude. Mensen gaan naar hem. Chipes heet hij? Ja, tattoo chipes, hij is goed. Okay. Heel goed met portretten. Okay. Maar ik heb echt die oude zooi nog van tattoos. Van 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. Want toen was ik de eerste die met tattoos kwam bij Ajax. Ik kwam in één keer zo, ook in de winterstop, kwam ik in één keer met zo'n god draaibal zo, jongen. Geweldig voor gasten zo. What the fuck is dit? Slaat dan zo. What the fuck you doing, you fucking idiot? En nu zit hij ook helemaal onder, die man gewoon. Hé, maar wat, hoe vermaak je hier een beetje in Enschede? Ja, ik ben een saaie gast, man. Ik ben, ja, hè? Ik ben een beetje veel tijd, een beetje series, een beetje. Ja, je moet wel eerlijk zijn. Ik kan wel gaan zeggen, ja, ik doe dit, ik doe dat. Ik ben gewoon, maar ook in Amsterdam ben ik hetzelfde, ik ben gewoon veel thuis. Ja? Pak mijn rust, kijk een filmpje, doe een serie. Oké. Bestel wat te eten. Ja. Dus een, het is oké, het is gewoon een beetje Netflix. Een PlayStation ook en zo? Nee, ik wil niet van gamen. Niet? Helemaal niet. Echt een game. Oké. Ik heb die dingen wel, maar gewoon meer voor als mensen bij mij komen. Ja, precies. Om mensen, andere mensen een beetje blij te maken dat ze wat te doen hebben zo. Nou. Dus hier woon je ook alleen, ja. Woon je met spelers? Ga je met spelers om? Ook niet met die spits van Ajax, weet hij nou? Danilo? Hij woont boven mij. Yeah. Ja. Hij woont in die pent. Hij in de penthouse? Hij woont op 5, ik woon op 4. Hij heeft een goed contract, zeg maar. Hij is Ajax-contract en je kent het wel, de bedragen die daar rondgaan. Belt hij wel eens dat je boodschappen moet doen voor hem? Nee, hij is Braziliaan, je weet hoe dat. Hij woont wel samen, man. Hij woont samen. Oh ja? En af en toe, heeft hij een Braziliaanse vrouw? Nee, een Nederlandse vriendin. Oh. Of Nederlands. Ik kom in Nederland, Amerikaans volgens mij. Maar ik wil niet over zijn situatie en helemaal niet over camera praten, dus. Had hij van plat, hè? Ik weet niet. Ik weet wel van Nico, ik weet niet wat. Ja, hou je van billen? Of ben je borstenman? Billenman, man. Ik ook, man. Oh. Ja. Mijn vrouw is echt dikke billen, ik word helemaal gek van haar. Ja. Oh, mooi. Naturaal? Nee, dat niet. Maar voel je niks van, hè? Nee, kijk, ik hou van. Van een mooie. Niet zo vettig en dik, maar wel gewoon lekker mooi rond en kleine bakkertje. Kleine band, zeg maar. Klein bol. Kleintje, niet te groot, hè? Gewoon lekker klein. Ja. Hey, wat als je geen voetballer was geworden? Zo, goeie vraag. Nee, ik weet niet, man. Nooit aan gedacht omdat ik sinds jong al voetballer wil worden. Was je doel gewoon voetballen halen? Altijd. Ja. Of voetballen? Altijd, ja. Heb je ook nog broertjes en zusjes die kunnen voetballen? Ik heb 4 oudere broers. 4 oudere broers? Ja. Oké, en ook, doen die ook voetballen? Ja, vroeger, toen ze ouder dan ik, ik ben al 25, maar vroeger wel, ik heb ook veel van ze geleerd, maar ze hebben niet gehaald. Niet het hoogste niveau gehaald ofzo? Nee. Gewoon op pleintjes ofzo? Nee, ze hebben zeg maar,
Eet toch gewoon goed amateur. Zwart geld pakken. Begrijp je? Ja. En, nee, maar ze hebben zeg maar, hoe noem je dat? Ze hadden niet de begeleiding die zij mij nu geven, yeah. Die hebben zij nooit gehad. Okay. Want we hebben ook niet, ik ben zonder vader opgegroeid. Oh, meen je? Ja, dus zij hebben niet die persoon, dus een van mijn oudste broers is ook mijn vaderfiguur, zeg maar. Ja. Hij is ook 17 jaar ouder dan ik ben. Okay. Zij had ook letterlijk mijn vader kunnen zijn. Meen je niet, hé? Maar je hebt ook nooit contact gehad met je vader of zo? Nee, dat ken ik echt niet. Nee. Je kent hem helemaal niet? Nee, ik ken jou nu al beter dan hij. Echt, ja? Ja, ja. Oké, okay. Dat is. Dus jij hebt het ook nooit gemist. Heb je het wel gemist, een vader of zo? Ja, toen je jonger was, zie je natuurlijk wel van. Mensen met gezinnen. Die jongetje gaat voetballen met zijn vader, of zijn vader houdt hem op, of whatever, man. Ja. Ze zeggen ook: je kan niks missen wat je nooit hebt gehad, snap je? Ja. Dus ik weet niet beter, het is voor mij gewoon dit. Ik heb gewoon een goed voorbeeld hoe het niet moet, snap je? Dus maar ben je niet benieuwd dan naar je vader? Kijk, ik weet wie die is. Ik heb hem misschien 5-6 keer gezien in mijn leven, maar. Maar doet je niks voor de rest? Nee, man. En ik was ook wat ouder en zo, dus. Ja, wat ga ik nu... Ja, precies. Iedereen die mij goed kent, ik had nooit vader nu in een... Met wie ben je? Ja, ik ben mijn vader. Dat is zelfs raar. Ja. Ja, ik heb dat ook. Ik heb ook mijn vader, ja, als ik hem zie is goed, maar... Niet dat ik hem bel of hij mij belt of wat. Ja. Het is gewoon wat het is, toch? Daarom. Oké, dus je moeder is echt... Je moeder heeft... Wat zijn er? Je hebt... Vijf, heeft ze vijf. Vijf? Mm-hmm. Dus vijf van jongens? Vijf boys, ja. Vijf jongens opgegroeid. Alleenstaand, ja. Alleenstaand, respect, hè? Respect, hè? Mooi, toch? Geweldig. Mooie auto, hè? Ik vind het wel nice, ja. Hey, hier heb je die dingen, hè? Als je een auto wil kopen, moet je daarheen gaan. Waar? Ja, hier om de hoek zit een heel groot, echt exclusieve auto's. Ferraris, weet ik, Bentleys, echt die stijl. Ja, is niet mijn kaliber, man. Ik moet gewoon niet mee, stay on the budget. Wat is je... Ik kan niet zo'n BMW Wat is je budget dan? Ik weet niet, man. We gaan het zien. Je bent wel auto gek, hè? Nee. Ik vind auto's mooi. Ja. Ik zou altijd wel een mooie auto willen rijden als ik kan permitteren, maar ik ben niet die guy die altijd de nieuwste van de nieuwste ofzo. Ik heb ook geen bestand van ofzo. Ik ook niet. Kijk, ik vind de auto mooi en zo. En voor de rest, als ze mij vragen hoeveel kleppen heeft hij of hoeveel. Dat vind ik veel. Ik krijg gewoon die auto, voor de rest niks. Ik moet ben hetzelfde. Ik maak hem niet eens schoon, ik was hem niet. Nee? Ik krijg gewoon die auto van A naar B. En meer is het ook niet, snap je? Ik doe dat wel, ik doe hem altijd goed schoonmaken. Nee. Deze ook, kijk maar, is netjes schoon, toch? Ja, van binnen natuurlijk wel, maar ik ga niet heel de tijd naar de wasstraat en zo. Waarom? Ik ben een beetje lazy, joh. Ja, ik draag gewoon die auto, het is gewoon een auto, bro. Ja. Welke film, laatste film heb je gekeken? Of serie? Kijk, Power, ja, Mokro Mafia, of course. Mokro Mafia, top. Even terug naar Ajax, zeg, want je bent daar... Toen je 2007, hoe oud was je? Ik kwam daar op 11, bijna 12. Oké, dus C1 kwam je, zeg maar. Rustig doen. D'tjes, tweedejaars D. Tweedejaars D, ja, eerstejaars C. Ja, onder 13. Ja. Tweedejaars D is niet het eerstejaars C, hè? Ja, ik was toen al, volgens mij. Jij ging al een stapje, je was al beter dan. Ja. Oh, okay, maar ik ging van C naar B. Ja, mijn lichting was, ik ging van B naar A1. Mijn lichting was ik ook fire. Ik ging van B naar A1, van A1 naar eerste, zonder contract. Maar jij bent geweldig. Ja, dat weet ik. Nee, maar flikkers, hè. En werd je toen met busje opgehaald en zo ook? Nee, toen nog niet. Vanaf even denken. Eerste klas, ja, man. Dus een jaar daarna weer. Ja. Toen ik 13 was. Zit je op OSB, ken je die? In de Zuidoost. Daar zitten heel veel Ajax-spelers. OSB, ja? Ja, is in Amsterdam Zuidoost-Belmen. Lomschool, zo. Wat? Lomschool. Ben je gek, ouwe? Nee, maar ik kom daar ook vandaan, toch? Ik kom van Zuidoost ook. En toen, kappen man. Ben je gek, ouwe? Nee, kijk. Oké, vertel. Dus ik hou van vakken, weet je dat? Ja. Nee, ik heb je dingen al 10 keer gekeken. Ja? Top, dankjewel, man. Nee, maar, dankjewel. Ja, vind ik dat mooi. Je kan ook zeggen, rot op, man, maar gewoon. Ja, ja. Laat me terug. Nee, maar, ik ben helemaal kwijt, maar 13 jaar was ik dus. Ja. Toen ging ik naar het eerste of zo op OSB en daar zaten al 10 andere Ajax jongetjes. Jongens. En werden wij altijd samen gehaald, ja, op twee. Mocht je eerder uit de klas met je voetbaltas en dan gingen ze zeggen: hé, waar ga je naartoe? Want er was nog les tot 4 uur, 5 uur. Ja, ik moet trainen, weet je. Ja. Interessante guy. Mooi, hè? Dat vind je wel leuk, weet je. Ja, tuurlijk. Met Ajax tas lopen ook.
Ja, tuurlijk met die grote tas. Lukt het? Ja, het lukt wel. Zou je me helpen? Moet ik hem dicht doen, dan ga je... Nee, ik denk van ja, ze loopt al een half uur te kloten met dat ding. Hey, maar Ron Jans, hij heeft jou naar Zwolle gehaald. Ja. Want je werd verhuurd toen naar Ajax. Zijn we naar Heerenveen gaan. Ik zat bij Ajax. Ja. En ik wou verhuren. Zij wilden niet eens dat ik ging verhuren, maar zei ik wou dat. Omdat je niet speelde ofzo? Ja, toen de tijd, je had Victor Fischer en je had Kishna, ik was derde buitenspeler. Oh, okay. En Kishna ging weg naar Lazio. Ja. Dus ik denk oké, cool, tweede, lekker vechten met Victor. Ja. Een tweede bij een topclub is nooit verkeerd op jonge leeftijd. Nee, ja. En toen kwam Amin Younes, toen dacht ik ja, dan zit ik weer in hetzelfde schuitje, ga ik weer derde. Dus zei ik, hey, Marco van Masik Perum. Ja. Zei die, nee, wacht op je kansen, zo zei ik maar. Gaan. En toen kon ik naar Heerenveen. Met die assistentcoach van Frank de Boer nu. Bij een Nederlands elftal. Ik weet het even niet. Maar ja, weet ik. Lodewijkjes. Hij zei gewoon eerlijk tegen mij van, ik heb gehoord dat je goed bent, maar ik ken je persoonlijk niet. Dus maar ik wil je wel erbij. Ja. En Ron Jans kwam daar 1 minuut en hij zei gelijk tegen mij van, het was begin augustus en hij zei tegen mij, 2 weken ben je jarig, hè? En toen had hij me al gewonnen. Omdat hij doet zijn research, snap je? Ja. En toen hij zei tegen mij, ik ga niet zeggen dat je elke week gaat spelen en basis gaat spelen, maar je gaat sowieso veel minuten maken. En toen... Het is gewoon eerlijk. Ja, het is gewoon eerlijk. En toen uiteindelijk heb ik heel veel gespeeld, zoals hij zei. Nog meer dan ik verdiend had dat jaar, want ik was nog niet zo... Ik had het zwaar dat jaar. Waarom? Ik was 19, ik kom van Amsterdam, alles is om de hoek. Ik rij... Ik woon zelf in Zuidoost, dus ik rij 5 minuten naar de club. Ja. Ik heb alles om mij heen, weet je? Broodje vrienden, daar. Ja, je hebt je eigen dingetjes. En nu ineens moest ik in Zwolle gaan wonen in een hotel voor 2 maanden en daarna in een compact studiootje-achtig iets. Okay. Was zwaar en. Ja, het was gewoon moeilijk. En toen belandde ik een paar wedstrijden weer op de bank. Had ik weer geluk dat mijn concurrent geblesseerd raakte. Dus speelde ik weer. Ja, het was moeilijk. Het werd gewoon bij Ajax. Ik was gewend van ja, je krijgt de bal op hun helft en je maakt actie en schiet die bal erin. Nu was opeens, ik moest 60 keer mee met mijn bek en zo. Ik dacht van, joh, dit is niet wat ik gewend ben. Anders. Ja. En dan moet je anders instellen ineens. Ja. Zo, dat is moeilijk, hè. Maar ja, dat is ook omdat je, als je naar het buitenland gaat, spelers, die als je er van Ajax komt, die zijn niet, een rechtsbuiten of zo, is niet gewend om te verdedigen. Precies wat jij zegt, wij zijn gewend om die bal op onze tegenstander zijn helft te krijgen en dan die actie te maken. En nu moet je ineens gaan verdedigen en zo. Dus dan komt jouw spel niet ten goede. Want je mist je kracht om die actie te maken. Inderdaad, en als ik dan die bal kreeg van nu, was het moment om je ding te doen. Toen ging ik uithalen omdat ik niet meer de power had, zeg maar. Ja. Ja, dat heb ik met de jaren geleerd. Gegroeid is meer geworden. Ik heb inhoud gecreëerd en zo. Ja. Dus nu kan ik beide wel. Maar alsnog wil ik niet de hele dag meer met mijn bek. Nee. Ik doe het wel omdat het helpt het team en het is belangrijk. En het hele dag voetbal is gewoon, hoort erbij. Ja. Je moet gewoon mee verdedigen. Maar ja, ik denk dat geen ene buitenspeler zit te wachten om 10 keer op zijn eigen. Om linksback of rechtsback te spelen als hij linksbuiten is of rechtsbuiten, snap je? Nee. Dus, dat is ook zo. Ja, man. Dus. Ja, dan moet je even kijken hoe. Wat bij Zwolle had je toen? Speelde je 33 wedstrijden of zo van het seizoen? Hoeveel goals? Het beste seizoen toen was 9 goals, 1 assist. Toen was ik 21, want ik bleef 2 jaar. Hè? Dat jaar ging minder. Toen zei ik, dit jaar ga ik het laten lukken. Met meer ervaring, ik weet niet wat er gevraagd wordt. Toen bleef ik natuurlijk 9 goals en assist. En zat ik ook jong Oranje en zo. Ja. Je hebt 1K gewonnen, hè? Ja, was onder 17, dat is weer. Ja, lange geleden. Lange geleden. Oké. Hey, en wat als je nou zegt van nou, dat moet ik nog verbeteren. Dat wil ik nog verbeteren aan mezelf. Wat is het dan? Ja, sowieso. Afronding? Verdedigen. Afronding ook, ja. Ik wil nog meer scoren. Moet meer scoren, hè? Moet nog meer scoren, inderdaad. Dat kan makkelijk, man. Linkerbeen. Linkerbeen, ja, had ik ook, man. Koppen. Koppen, ik ook. Koppen, man. Dus ja. Ga weg, man. Die koppen is voor verdedigers en voor een echte spits. Ik kan niet koppen. Ik heb 1 keer een koppel gemaakt. 2. Tegen Groningen ook nog. 1 keer was wel een goede, die kruising zo. Maar die was ook een perfecte voorzet. Die van links voor, bam, keihard, die hoefde er alleen zo te doen. Ja. Die ging kruising in en 1 keer een bal, die ging over diep zo. Ik ging rennen en toen kwam die keeper uit.
Dikke lees op, over mijn been, ging die er zo in. Die is lekker, ja. Dat was het. Ja, ik heb er nog geen in de prof betaald, dat heb ik nog niet gemaakt. En ik voorspel wel, ik hoop op eentje, ja. Kopbal. Ja, 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 was ook één van mijn, met het begin van het seizoen had ik met de trainer wat dingen opgeschreven en die stond erbij. Dus ja, ik hoop dat ik hem haal. En train je daar ook op dan, nu? Om heel eerlijk te zijn, niet. Het is lastig te trainen. Ja, als je tijd hebt, ga je eerder gewoon lekker schieten dan dat je gaat zeggen, hey, geef even voorzetjes. Wat ook snel burst hier op je hoofd en zo, weet je. Niet iedereen heeft zo'n mooie porum als jij, weet je. Nee, dat kan niet. Er is er maar één, dat is ik. knappe kerel, joh. Ik weet het. Nee, maar linkerbeen trainen dan. Ja, dat kan wel, dat kan wel. Ja, gewoon naar binnen, naar rechts of zo en dan... Je kan ook naar buiten en dan... Ja, buitenom naar voorzet ook. Want dan, als je dat nog even erbij doet, met jouw snelheid, met rechts ben je wel goed. En als je links nou eventjes ook nog mee kan gaan scoren, mm-hmm, op een voorzet, jezus man. Nou, dan rij je binnenkort ook X7. Dat is echt normaal. Ja. Geweldig. Nou, dan kan je toch gewoon, dan kan je gewoon oefenen, toch? Ja, toch? Ja, zeker. Mooi gozer, jongen. En Nederlands elftal dan? Je hebt wel een jonge rijje gespeeld, toch? Ja, ik heb alles gespeeld. Nee, ik lieg. Vanaf onder 17 ging naar onder 19. Ja. Ging naar, ging nog een keer onder 19, 2 jaar dus. Ik heb onder 18 opgeslagen en toen ging ik naar Jong Oranje. Jong Oranje. Wie was jouw lichting eigenlijk? Kenny Tete, Kishna, Agassi. Meen je? Goede lichtingen. Ja, man. Tony Filena, Becker, Akolatse. Hoe is dat voor jou nu om te spelen in een leeg stadion? Want wij horen op televisie horen wij nog dat geluid van het stadion. Dat monteren ze erin. Maar jullie horen helemaal niks, toch? Je wordt gewoon alleen gecoacht. Ja, alleen gecoacht. Ja. Hoe is dat dan? Hè? Ja, anders. Maar ja, in het begin was het even vervelend en was het raar. Maar nu ben je al gewend. Dus misschien zelfs ga ik. Is het weer wennen als er mensen bij komen. Ja, Charlton Athletic, hoe heet dat? Oldham Athletic, toch? Ah, dat was niks, man. Wat, nee, hoe was dat? Halfjaartje gezeten, toch? Ja, dat was van september tot 1 januari. Waarom? Dat was omdat ik toen naar het land ging. Ja? Maar heel die deal was zeg maar 30 augustus of zo. En 31 sluit het. Dus Ranieri, ken je hem nog? Ja? Ja, hij was de coach. Hij zei gewoon tegen mij van, joh, je kan komen, maar je gaat niet spelen. En ik had net dat jaar met, snap je? Dus moest ik overhaast een keuze maken, zeg maar. Jezus, maar gekke wereld, hè, die voetbalwereld. Oh, ja. Hier zijn we. Gezeik. Gekkigheid, hè? Mm. Nou, zijn we weer, man. Dat gaat snel. Kijk, het is wel een dikke bak, hè? Nee, joh, gek. Ik vind het wel mooi. Ja, prima. Hé, thanks, man. Jij denkt, dat was gezellig, ik heb echt gelachen, ik vond het leuk. Hey. Nou, dames en heren, bedankt voor het kijken. Dat is Quincy Promes. Of. Ja, mensen, dat is Quincy. Mooie gozer. Ik heb gelachen, ik heb lekker geouwehoed met hem. En hij heeft het mooiste ons meegenomen. Hij verwendt jullie echt een nieuw paar schoenen. Dit is maat 42,5. Dus ja, het zijn volgens mij weer de nieuwste. En natuurlijk gesigneerd shirt. Gesigneerd shirt moet ik zeggen. Gesigneerd shirt. Dus ja, wil je winnen? Volg me even op Instagram. Abonneer eventjes op YouTube bij Andy in de Auto. En dan maak je kans. Laat even een comment achter ook. Maak je kans op deze prijs. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.